als je dan dit zo ziet, dan ja, ben je het gewoon even kwijt en dan kun je gewoon weer doorgaan met je leven. Dit Alkmaarse gezin uit de Overdie heeft het financieel niet heel breed, maar kan gelukkig wel rekenen op steun uit de buurt. Deze spulletjes stonden namelijk even hiervoor bij vrijwilliger Sylvia in de woonkamer, die 5 minuten verderop woont. Dit mandje gaat dus naar iemand in deze wijk. Met nog een aantal mensen zamelt ze houdbaar eten in, maar ook kinderspeelgoed en... voor de feestdagen en andere dagen wat kerstkaarsjes, vaccinelichtjes, etc. Dat staat allemaal bij jou in huis. Dat staat allemaal bij mij in huis. Lijkt boven wel een opslag. Al die bakken brengt ze naar buurtcentrum over die ontmoet, waar ze soms via een simpel WhatsAppje van de sociaal werker te horen krijgt welke familie wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Op naar Suzanne, Wesley, Timo, Faya, Bentley en Kayla dus. Hoi. Nou, bij deze wil ik alvast 2 pakketjes overhandigen. Ja. Wij hebben een groot gezin en financieel is het niet altijd even makkelijk geweest. Waar het nu wel beter gaat, stukje bij beetje. En inmiddels schuldenvrij zijn. Het gezin komt net niet in aanmerking voor de voedselbank en de Alkmaarpas. Dus zijn acties van buurtvrijwilligers als Sylvia meer dan welkom. Dat er toch aan je gedacht wordt. Dus dat er toch... mensen zijn die dit initiatief nemen. Als het uit de buurt komt, is het toch meer persoonlijk. En toch een stukje respect wat ze voor je hebben. Ja, je ziet die gezichten van die mensen en soms hebben ze ook wel verdriet. En dat doe je wel goed. De alleenstaande moeder en oma wordt er ineens emotioneel van. Ja, waarom? Omdat je zelf vroeger dit mee hebt gemaakt. Vroeger heb je zelf heel krap gezeten. Ben je zelf in een voedselbank terechtgekomen en vandaar dat je dit werk hebt gedaan. Dat je dit doet voor de mensen. Vader Wesley heeft een progressieve spierziekte en zal uiteindelijk in een rolstoel belanden. Maar dit soort blije familiemomenten houden hem sterk. Zolang je positief in het leven staat, dan kan er eigenlijk niet veel stuk gaan. Dus dat is zeer zeker mooi. Veel plezier ermee. Dankjewel. Doei.